Je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. Er ligt veel bewolking boven Nederland, alleen in het zuiden komt de zon af en toe tevoorschijn, hebben we nog opklaringen en beginnen we de dag ook koud met een paar graden vorst. In de ochtend loopt de temperatuur daarop tot rond het vriespunt. Onder de bewolking in het noorden is het al 6 of 7 graden. In het noorden komt er vanmiddag niet heel veel meer bij, de maxima liggen rond 7 graden. In het zuiden, zuidoosten wordt het 4 graden, met vooral in Limburg en Brabant nog wel eventjes de zon. Verder overheerst de bewolking bij een zwakke tot matige wind uit het westen tot zuidwesten. Vanavond hebben we eigenlijk vrijwel overal bewolking. Temperatuur in het zuidoosten nog even naar 3 graden dalend, maar in de loop van de nacht iets oplopend. In de rest van het land is het minder koud. Dan gaan we morgen een bewolkte dag tegemoet, met in de middag van het noordwesten uit enige tijd wat lichte regen. De meeste regen valt in het noordoosten, in het zuidwesten blijft het waarschijnlijk droog, maar net als in het hele land wel bewolkt. Iets meer wind en wat hogere temperaturen. Voor zondag een graad of 9, net als maandag, dinsdag misschien zo'n 8 graden op nieuwjaarsdag. Bewolking blijft de overhand houden. De neerslagkansen zijn voor ons nog klein. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.